Hey, wat leuk dat je kijkt naar een nieuw stripvlog. Ja, jongens, ik heb weer een pakketje. Een pakketje van uitgeverij Daedalus. Dat is lang geleden en ik weet dat die hele mooie boeken hebben. En ja, ik kan het op video niet laten zien, maar dit is een heel zwaar pakket. Daar stond ik echt van te kijken. Nou ja, ik heb hem nog niet opengemaakt, dus dat gaan we nu even doen. Even niet te veel spieken. Nou, dit is wel tof, hè? Een kaartje erbij. Veel leesplezier en een zonnige zomer toegewenst. Nou ja, de zomer mag best zonnig zijn, maar liever niet te warm. Nou, jongens, wat zit hier allemaal in? We beginnen met de pluim. Het blad van... je hebt de stripmunkgids en je hebt de pluim. En dat is dus echt het blad van Daedalus, waarin ze natuurlijk hun nieuwe boeken allemaal laten zien. Kijk, dit ziet er wel gaaf uit. Nou ja, zo zitten natuurlijk hele mooie boeken in. Nou, laten we maar eens gaan kijken wat. Waar beginnen we mee? Ze liggen natuurlijk heerlijk allemaal op z'n kop. Dus ik kan ze allemaal omdraaien. Oeh, oké. Okay. Dan moet ik heel even kijken, want dit is een deel 2. En ik gok zomaar eventjes dat... Kijk, dat we hier een deel 1 hebben. Ja. Nou, meteen eens even openslaan. Nou, weet je wat? Ik ga het heel even anders doen. Zo. Dat is ietsje handiger. Ietsje handiger. Zo. Nou. De dag waarop de bus zonder haar vertrok. Ja, sorry, maar als ik zo'n titel lees, dan word ik al meteen nieuwsgierig. Dan heb ik al meteen zoiets van, oké, wat voor moois gaat dit zijn? Scenario is van BK, die ook bijvoorbeeld het scenario van Rommelgum doen. Tekeningen van Marco en de inkleuring van Maëlla Cosson. Ja, wat ik er tot op heden van zie, dat ziet er wel mooi uit. Oh, oké. De meeste verhaaltjes in dit album zijn gebaseerd op bekende Zen-verhaaltjes. Dat van voorspoed en tegenslag is van Hawaii, Namtu. De andere zijn gewoon volksverhaaltjes. Oké. Nou, het zijn dus verhaaltjes. Niet per se één verhaal. Ja, de tekeningen zien er al wel mooi uit. Dit spreekt me wel aan. Zen-verhaaltjes, dat... Weet je, dat blijf ik gewoon het voordeel vinden van strips ten opzichte van tv. Strips geeft rust. Zelfs als je een actiestrip hebt, een strip vol met geweld, dan is het nog steeds rustiger dan een serie die datzelfde heeft. Maar goed, ja, dit ziet er wel mooi uit. Oké, nou dan is een strip om zen van te worden. Nou goed, ik ga niet te veel laten zien natuurlijk, want we gaan ze lezen en we gaan er eens naar kijken. Wat ligt eronder? Oké, hier was ik ook wel benieuwd naar, want, en ik denk dat dat een hele slimme zet is, dat de uitgever Daedalus, die hebben een Daedanga, die gaan zich ook een beetje op manga richten. En ik denk dat dat een hele slimme zet is, want dat is gewoon heel erg populair. Populairder dan strip zou ik bijna zeggen, en hiermee combineren zij toch een klein beetje het manga en een stripverhaal. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd. Want ik ben gewoon veel te weinig thuis in het hele manga verhaal. Dus ik wil me daar toch wat meer in verdiepen. En vandaar dat ik dus iets had van... Nou, deze spreekt me wel aan. Dit wil ik wel eens gaan proberen. En wat me wel opvalt vooral is dat de tekeningen heel dynamisch zijn. Je hebt geen kaders, je hebt geen... vakindeling. Je hebt gewoon een pagina en die pagina wordt gewoon gevuld op allerlei manieren. Kijk, hier hebben we dan wel wat meer vakindeling, wat traditioneler. Dat zit er ook wel in. Maar ja, het ziet er wel mooi uit, dus ik ben wel heel erg benieuwd hiernaar. Nou, die dus. De katten van morgen. Ja, ik ben een kattenliefhebber. Dus je snapt natuurlijk dat ik hier... dan wel heel erg nieuwsgierig naar ben. En vooral omdat dit wat een wat serieuzer
boek is. Weet je, meestal heb je vaak van die boeken die ik al eerder liet zien. Een beetje humoristische kattenboeken. Maar ja, dit ziet er toch wel heel erg anders uit. En ja, nou, de stijl vind ik ook wel interessant. En ja, wel nieuwsgierig. Mooie hardcover. Prachtig. Dus ja. Nou, heel mooi. En de volgende. Kijk, die liet ik net ook al zien. Ja, ik ga je heel eerlijk zeggen. Deze cover, dan ben ik eigenlijk al wel verkocht. Dit ziet er zo mooi uit. Zo gaaf. Zo dreigend ook. Ik bedoel, ze kijken allemaal heel erg dreigend. Maar ja, jongens. Dit vind ik echt wel heel tof. Ik bedoel, ik heb al een aantal van die boeken gelezen. Van magiërs en elfen en dwergen en dat soort dingen. Ja, dit is eigenlijk een beetje hetzelfde universum, alleen een ander gebied. Ik heb begrepen dat dit het Afrikaans-Azteekse gebied is. En er zijn gewoon meer van dat soort werelden. En dat is wel tof. En ja, de grote man achter al deze werelden is Jean-Luc, als het goed is, Estain. J.L. Estain. Die heeft dat hele universum gecreëerd. En die werkt met verschillende tekenaars samen om daar echt prachtige albums van te maken. En tot op heden elk album wat ik van hem gelezen heb. Want bijvoorbeeld Alice Matheson is ook van zijn hand. Ja, ik vind dat echt wel heel erg gaaf. Dus ook dit, jongens, qua tekeningen ziet het er al ontzettend tof uit. Dus ja, ik verheug me erop om dit te gaan lezen. Daar verheug ik me echt op. Wauw, gaaf. Gaaf, gaaf, gaaf. Wat voor gaaf zit er nog meer in? Ah, ja, ja. Met een dubbel gevoel. Want dit is het vijfde en laatste deel van Het Venijn. Dit is het slot van het verhaal. En dat is natuurlijk altijd wel zo'n punt. Ja, dat je denkt van, en nu? Maar ja. Ik ben door deze reeks ben ik echt een enorme fan van Laurent Astier geworden. Omdat die man echt fantastisch mooi kan tekenen. Maar ook fantastisch goed schrijft. Het hele verhaal zit gewoon goed in elkaar. De wraaktocht van Emily op. De moordenaars van haar moeder. Alleen als je de reeks gelezen hebt, dan heb je in het voorgaande deel, in het vierde deel van deze reeks, gezien dat niet alles is. Ja, zoals het lijkt dat het is. En daarnaast ja, switcht dit verhaal ook een beetje tussen het heden en het verleden. Dus je krijgt ook een beetje de achtergronden van deze Emily mee. Hoe het een en ander ontstaan is. En ja, jongens, tof. Dit is echt gaaf. Hier ben ik echt heel blij mee. Nou, dan de laatste. Kijk, Hookah Hey. Ja. Je snapt natuurlijk al, een western. Ook weer een western, hè? Want Venijn is natuurlijk ook een western. Maar ja, ik hou gewoon van westerns. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Door Undertaker, maar ook Apache Junction en mijn hernieuwde liefde voor Comanche. Ja, is dat toch wel weer gekomen dat ik ook westerns wil gaan lezen. En ik ben vooral geïnteresseerd in niet de standaard western verhalen, maar echt wel de bijzondere. Ja, en die zijn er tegenwoordig best veel. Ja, ook dit ziet er gewoon wel weer heel erg mooi uit. Prachtige stijl. Ja, heel anders. Niet zo'n, bijvoorbeeld zo'n meer realistische stijl als Undertaker of als Comanche. Maar ja, dit is echt wel een boek waar je heerlijk van kan genieten. Dus ja. Dit ziet er heel erg veelbelovend uit, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus nou, goed. Ja, een aantal hele mooie boeken van uitgeverij Daedalus. Een beetje, even kijken, een beetje neerleggen dat je ze allemaal kan zien. Lang leven de groothoek, hoeklens op de camera. Dan past het allemaal nog een klein beetje in beeld. Nou, dit zat er allemaal in het pakje. Dankjewel, uitgeverij Daedalus. Ik ga hier zeker heel veel leesplezier mee hebben. Ik ga het lezen en hier gaan stripvlogs van komen op mijn kanaal. Dus hou mijn kanaal in de gaten en ben je nog geen abonnee,
abonneer je dan. Want dan krijg je namelijk een melding. Zeker als je dat belletje aanzet, dan krijg je een melding wanneer er weer een nieuw stripvlog komt. En wie weet zit er wel een van deze prachtige boeken bij. Of een van de andere mooie boeken die ik nog heb liggen. Nou, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.